kijkers van Online Kids, van harte welkom terug bij de 8e finale, de beladen pot tussen België en Portugal. Wie gaat er winnen? We zullen het zien, want vandaag is België en Portugal. Ik speel vandaag natuurlijk met buurland België gewoon. Dus, toen de België in de finale komt, natuurlijk tegen Nederland, want dat is mogelijk, want dit is aan de andere kant van de tabel. Dus ja, we zullen het wel zien, hè. België Portugal. En dit kan een hele mooie wedstrijd worden. België kan wel wat toplanden, misschien wel uitzakken. Portugal, Italië, Frankrijk. Maar de eerste moet Portugal zijn. Het Portugees volkslied. This one of the great amphitheaters of the game. You are welcome to it. And indeed to one of the grandest fixtures. The crowd rises for the national anthem of Portugal. Patricio. Goeie keeper. Frankrijk-Portugal was afgelopen woensdag heel spannend. Het is Duitsland-Hongarije trouwens ook. Dat is echt gewoon niet normaal hoe spannend dat was. Maar het was heel spannend. Well, that was impressive. Het Welks volkslied. Er zijn wel wat spelers veranderd bij België. Ja, Portugal niet, dat moet je maar zelf uitzoeken. België, Courtois, Alderweireld, Vertonghen, Dinjaja. Hebben Witsel, De Bruyne, Averin, Eden Hazard, Carrasco en Romelu Lukaku natuurlijk ook. Dus ik heb een van de sterkste gedaan in Portugal. Dit is een sterke hand. Patricio, Pepe, Cristiano Ronaldo, Bernardo Silva, Diego Jota, Bruno Fernandes. Allemaal goede spelers bij Portugal, maar ook bij België. Dus ben benieuwd, volle 90 minuten. Zo niet dan anders een verlenging. We zullen het wel zien. Tussen België en Portugal is begonnen bij ons. Witsel, Meunier, Axel Witsel. Eden Hazard. Deze speler kan niet, Carrasco. Maar lief de bal dus weer heel snel in. Yeah, I must agree, especially in view of his ability to lead and organize the defense. Bruno Fernandes finds himself eased off the ball. Kevin De Bruyne. Richting Romelu Lukaku. Lukaku, wat een uithaal. De Bruyne. Cristiano Ronaldo. Ronaldo, ja, je moet Ronaldo uitschakelen. Jota. Een duel. Alderweireld. En het is vrij stevig. Het krijgt een vrije trap. Yes, it is. De laatste jaren is België een ijzersterk team. Zat op de nummer 1 van de FIFA ranking. Vrije trap. Meunier. De Bruyne. Kevin De Bruyne. Lukaku, die is helemaal voorin hoor. Maar het is Kevin De Bruyne. De Bruyne heeft snelheid. Kevin De Bruyne haalt uit. Maar geen probleem voor Patricio. De eerste kans voor België is geweest. Ruben Dias. William Carvalho. Guerrero. Guerrero, Ruben Dias. Just to point out, Peter, that the fullbacks are quite high. And what are they trying to achieve? Well, it's obviously a move to push the opposition wide men back and give them more to think about. Mooi hakje hoor. Is dat niet iets hard? Nee hoor, voor Carrasco is dat niet hard. Carrasco kan ervoor zijn, daar is Lukaku met die kopbal! En die zit erin!
Het is 1-0 voor België. Wat een schitterende goal. Romelu Lukaku zet België beneden een voorsprong. Het is geweldig. Je denkt dat hij iets te hard is, maar dat is het niet. De voorzet en de kopbal. Hij zit erin. 1-0 België. Schitterend toch? Lukaku. En pot, de regerende Europese kampioen in de problemen. Bruno Fernandes. En België op weg naar de kwartfinale. And it's played forward. Bernardo Silva. België heeft op het WK op toplanden uitgeschakeld. Brazilië hebben ze uitgeschakeld. Japan hebben ze ook uitgeschakeld. Blessuretijd 3-2 gewonnen in 2018. Portugal really have been deserted by their composure and allowed frustration to take over. Van de laatste 16 hebben ze Japan. Toen in de kwartfinale Brazilië eruit gehaald. En in de halve finale verloren met 1-0 van Frankrijk dat toen de wereldtitel pakte. En het is Carrasco. Carrasco, is hij er voorbij? Nee. Good challenge. Excellent challenge. Lukaku. Van Vertonghen. Axel Witsel. Ronaldo loopt helemaal vrij. Daar gaat die bal niet. Voordeel. Cristiano Ronaldo staat er alleen voor. Maar er staan genoeg Belgen die dat allemaal voorkomen. Witzel. Axel Witsel. Kevin De Bruyne, die komt daar sowieso niet bij. Axel Witsel. Hardly anything between the sides. And Jan Vertonghen. Is 1-0. Hij wil die bal. Carrasco gaat richting Lukaku. Now, Lukaku heeft de bal. Lukaku kan niet schieten. Omdat hij goed verdedigd wordt. And it's been taken straight back. Maar daar is Lukaku weer. Maar daar is ook een Portugees. Tielemans tried to play it through. Yeah, the idea was right. The delivery wasn't. They can revisit that further on. Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Goed verdedigd door de Belgen hoor. En dit is niet goed. Dit is zeker niet goed. Courtois. Wat een redding. I think when you're in that situation, De Bruyne. All you can do is tip your hat to the keeper because that was fantastic. Hij is hem gepasseerd. Carrasco. Een uithaal. Gaat hem maar net langs. Decent strike, kept it. Dat was bijna 2-0, maar het was ook bijna 1-1. Zo zien wij wel een hele leuke wedstrijd. Met twee landen, twee teams die knokken voor een plek in de kwartfinale. Forward it goes. It's a bit of penetration to go with all this possession. Ruben Dias. Ruben Dias. De Bruyne Portugal have it back naar Portugal voorkomt dat er bijna misschien als hij er door was dan was het 2-0 geweest. Ingooi voor België. Will be a throw-in. Nee, voor Portugal. Dat is niet goed. That's not gonna make it. Lukaku uit de bal, Lukaku krijgt. Lukaku kan die daar voorbij. Niet helemaal. Hij komt helemaal niet voorbij. Goed verdedigd. Patricio. Witsel, De Bruyne laat hem maar niet over de zijlijn. Dat doet De Bruyne ook niet. Eden Hazard. De voorzet. Geen buitenspel. Bruno Fernandes. Dus, en dan moet hij nu naar Lukaku. Dat gaat, Lukaku kan België op 2-0 zitten en doet dat dus ook. 2-0 België. De
Dit is mooi. Hoe België voetbalt. Als je zo bekijkt, is België en Nederland, kan het zo zijn dat België ook heel kapot gaat spelen. Gewoon kapot gaat spelen. Als Nederland er een grote puinhoop van gaat maken, en soms dan doet Nederland dat wel eens. Dus die Oekraïne heeft Nederland ook een puinhoop van gemaakt. En de sofa's slagen ze wel toe. Maar de wedstrijd Nederland-Noord-Macedonië tegen Nederland had Nederland veel meer goals kunnen maken. Maar we zullen het wel zien, hè. Als België en Nederland in de finale komen, dat is ook weer de grote vraag. The turning of the screw comes to mind, Peter. They've got them where they want them. Truthfully, it was hard to see any better outcome there. Witzel. 5 minuten op de klok. Ik zal hem naar rechts geven en dat gebeurt dus ook. Gets it out to the wing. Het is geen buitenspel. En dan is het 3-0, nee. De bal wordt dan niemand binnengetikt. It's gone a long way up and away. Bal is nog binnen, de voorzet. Het wordt een ingooi. De Bruyne. Nee. Gaat hij uithalen, dat gaat hij doen, maar de bal gaat er net overheen. I think he still deserves full marks for making his way through. It was a cracking run. Pepe. So. William Carvalho. Dus een Hazard gaat er ook naartoe. 1 minuut blessuretijd. Veel gebeurt in de eerste helft. En verrassend, België 2, Portugal 0. 45 minuten zit het erop, nog 1 helft te gaan. En Portugal moet binnen 45 minuten 2 doelpunten te maken om een verlenging te pakken. België speelt beter dan Portugal. Goed. Hoe lang zijn we bezig? 12 minuten, 12,5 minuten over. We gaan lekker verder met de tweede helft, jongens. Dus dat komt helemaal goed. Goed, het is een hele leuke wedstrijd. Maar we gaan de tweede helft in. De beslissing. No changes at the interval from either side. Dit is stom voor Portugal, heel stom. Ja, gaan we zelf, jongen, waarom niet? Hij gaat er net voor langs en de keeper is boos. Well, that's why we all say in the kunnen wij gaan voorzetten, die komt niet. Dan komt hij weer hier en dan kun je het zelf altijd proberen. Hè. Kom maar mee. Ruben Dias. Portugal heeft niet echt heeft een kans gehad. Tries to switch the play. Dit is wel. Let's put a stop to that. Lukaku. Hazard is snel. Hazard kan niet tussen twee man. Dat lukt hem niet. Hazard just doesn't give up. You just know he'll be in there again before long. Well, he was thinking about headlines, I'm sure, but he ought voorbij. To focus more on breaking lines. Dat duurde dan te lang. Dan zijn er genoeg Belgen en dan wordt dit ook nog zo gedaan. Lukaku. He ran himself into trouble there. Free kick. Vrije trap is genomen. And it's Meunier. Ik had hem even horen niet te nemen, maar ik zal Witzel. It's De Bruyne. Lukaku, dit gaat hem niet lukken. Ruben Dias. Portugal moet iets gaan doen hoor. En als het zo blijft dan. Want België gaat het gewoon achter en dicht metselen. Dicht timmer, wat moet je anders? Wie had eruit gehaald? Vertongen Aldenbach, Eden Hazard. En België ligt op snelheid. De Bruyne. En er wordt veel zat gegeven door Kevin van der Bruyne. Kevin de Bruyne. Niet zo'n uithalen, maar geen probleem voor Courtois. De keeper van Real Madrid.
Ronaldo simply didn't do anything wrong. He was thwarted by brilliance. Yannick Carrasco. Lukaku is effectively being knocked out of the game here. Yeah, now that he scored, dan is hij weer voorbij. Is on high alert whenever staat iemand daar, staat Lukaku. Die krijgt toch wel die bal voor. And the ball is out of play. Het is een achterbal. Een half uurtje nog. Het wordt een hele zware half uur voor Portugal hoor. België ging al vanaf minuut 1 volop trend tegen Portugal. Jota. No, that's not the ball he wanted. Tielemans. En dan ligt het weer helemaal open daar. Lukaku wilt. Maar de bal komt niet helemaal goed aan. 25 minuten nog. De Bruyne, vrije trap, Portugal. Portugal heeft haast. Jota. Cristiano Ronaldo, Ronaldo! Maar Courtois weer. Save. Cristiano Ronaldo sparked Ronaldo. The stop there. En vrije trap. Werd daar toch gewoon geblokt? Hier. Oeh, hij trapt hem op zijn voet. Ja, Ronaldo. Ronaldo in de muur. Ik zou hem voor Courtois laten. Witsel. Lukaku helemaal vrij. Lukaku helemaal vrij. Lukaku. Lukaku. Nee. Achterbal. 20 minuten nog. Lukaku looked very impressive there. Well, at least until he got into the shooting position. Something. I'm sure he'll want to go again. Portugal is de klok ook een race geworden nu. Portugal are able now to make their substitution. It's been on the cards for a few moments now. So we have a double substitution going on here. Ball's out on the left now. That's off the ball. Nee, zegt de zijt. Gone for a reckless challenge there. Zit een terechte. Hij speelt de bal, maar niet de man. Hij tikt die bal heel zachtjes weg. Looney gets his final warning. Yeah, and he has to change his ways, or this referee could soon change his status. It's Carvalho. De muur is flink dichtgemetseld bij België. Portugal moet er doorheen zien te voetballen. Het gaat dat België ook gewoon naar drie man achterin staat. Hè? Dan heb je gewoon meer middenvelders, dat is natuurlijk ook het voordeel. Iedereen naar achter bij België. Cristiano Ronaldo. Ronaldo. Geen enkele kans voor Cristiano Ronaldo. Lukaku die staat daar wel, die wil de bal, maar dan heeft Ronaldo. En het is Carvalho. Gaat hij. Nog steeds geen kans. Komt hier geen vrije trap. En dan ligt het open. Romelu Lukaku. Maar die wordt vastgepakt. En kan het helemaal beslissen en doet dat dus niet. Ruben Dias. 12 minuten nog. Bruno Fernandes. Elk kans dat Portugal nu heeft moet erin. Bruno Silva. Silva. Vrije trap. Portugal heeft haast. Maar gaat de tijd nemen voor die vrije trap. As if they're intent, Peter, on stopping him outside. Cristiano Ronaldo, dit is een verre afstand. Het is moeilijk om weer hier drin te krijgen. And that's off target. Cristiano Ronaldo. Cannot really be faulted for having a go. He's usually more capable. Richting Romelu Lukaku. Die kopt ook. Diogo Dalo does well to read it and intercept. Lukaku, de man van de wedstrijd.
Bruno Fernandes. And here's Cristiano Ronaldo. Belgium still 2-0 up and looking now to see it. Lukaku. Kom weer niet aan. Diogo Dalo. Can't get the better of his opposite number. Portugal wil de vrije trap, die komt er niet. En dan gaat Lukaku weer. Lukaku. Die zit hier de verkeerde kant op. Defense got the better of him this time, but I'm sure he'll go again. Dan kun je het beste gewoon proberen om op doel te knallen. 87ste minuut, het is klaar. Portugal gaat naar huis. België, kwartfinale. Waarschijnlijk tegen Italië of Oostenrijk. Maar ik denk tegen Italië. België, Italië, kwartfinale. Pepe. Looking crossfield, changing the point of attack. William Carvalho. België heeft in de tweede helft gewoon alles verdedigd. Jota. Of gaan we nog wat krijgen via Cristiano Ronaldo? Ja, het is 2-1. En 2 minuten blessuretijd erbij. Is there time for one more twist? Maar het is te laat. Het is te laat. Oh, what a cracking goal, but a cracking touch as well. That's what made it for me. Het is wel te laat. Het is gewoon te laat. Welkom, die goal is veel te laat gevallen. Hier is het eigenlijk de eerste kans voor Portugal. Want ze kwamen er maar niet doorheen. Ze kwamen er gewoon niet doorheen. En België heeft de bal. België gaat gewoon hier Duits spelen. Ja. Belgium need to hold on for dan is het afgelopen. Afgelopen. België naar de kwartfinale. Het zaken de regerende Europese kampioen uit. Portugal naar huis. België gaat door. Romelu Lukaku is de grote man van België. Met zijn 2 doelpunten. Eindig het tussen België en Portugal 2-1. We both wish you goed, het was een mooie wedstrijd tussen België en Portugal. Maar het eindigt dus in 2-1. Ja, goed. Het was het dus. België-Portugal 2-1. Ja, België heeft gewoon in de tweede helft gewoon volop verdedigd eigenlijk. Voor Portugal geen enkele kans staan. Ja, in de blessuretijd dan nog. Dat Portugal nog een goal maakte. Maar het was allemaal te laat, dat zag iedereen natuurlijk al. Maar België gaat dus door naar de kwartfinale. Waarschijnlijk tegen Italië of Oostenrijk. Maar ik denk tegen Italië. Italië zou toch wel kunnen winnen van Oostenrijk. Maar je weet maar niet. Kijk, wij zien elkaar nu vanmorgen bij de volgende wedstrijden. Volgens mij ook weer twee hele leuke wedstrijden. Vandaag was een van de leukste dagen, denk ik. Dan moet ik hier naartoe. Ja. Morgen om 6 uur Kroatië-Spanje, 9 uur Finland-Zwitserland. Ja, en op zondag 3 uur Engeland-Duitsland en dan nog Zweden-Oekraïne. En dan zit het voor de laatste 6 uur weer op. Goed, dus dat was, we zitten alweer op de helft van de laatste 16. Weet je, elkaar natuurlijk gewoon weer lekker morgen om 6 uur weer terug tussen Kroatië en Spanje. Hopelijk zijn jullie het ook goed thuis. Bedankt voor kijken, bedankt voor liken. En tot morgen tussen de wedstrijd Kroatië en Spanje, jongens. Mazzel!